het is eigenlijk heel simpel. Je gaat het menu instellen. Hier zie je allemaal menus. Nou, dan ga je gewoon welk menu je wil hebben. En dan ga je naar het juiste menu. Hier kun je de kleur instellen, het gewicht en de kleur. Dan ga je naar je weegschaal. Je zet hem op 0. Je doet broodmix erin. Daarna zet je hem weer op 0. Zorg je dat de juiste hoeveelheid water erin komt. Want dat moet natuurlijk wel. Perfect. Nou, vervolgens pak je het apparaat. Zet hem erin. Even draaien. En je drukt gewoon op start. En over 3 uur is hij klaar.